Hij speelt gitaar en hij zingt. En dat doet hij niet alleen solo, maar ook met de band Tuxedo Bandido. Dit is de Zeeuwse Top 40 quiz. En vanavond spelen we die met Peetman. Peetman, Telau, was dat voor jou iemand van betekenis? Ik kende zijn nummers wel. Ik kende de scene. En die hebben ook een paar keer in Vlissingen gespeeld. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in de poppodium De Piek. En daar is hij volgens mij als één of twee keer geweest. Ik vond een hele sympathieke man, vond ik het. Ik zag op Facebook dat jij weer een nieuwe gitaar gekocht hebt. Ja, dus iedere week ongeveer doe ik dat. Daar heb ik een soort hobby van gemaakt. Ik wilde weten of wij het verschil horen met een nieuwe Peetman, maar nee dus. Wat heb ik het laatste gekocht? Ik heb er meerdere gekocht eigenlijk. Ik heb een akoestische en een elektrische gekocht. Net zoals ik zei, het is een soort hobby van me geworden. Hoe goed is jouw kennis van de Zeeuwse muziek? Ik wil daar nu nog geen uitspraak over doen. Na afloop ga ik dat doen, want het wordt misschien tegen me gebruikt. Oké, ik denk dat ik er wel wat van weet. Ik zou even de spelregels. Ja. Ik heb 15 vragen voor jou. En 2,5 minuut. Dat is heel kort. Ja. Als je het niet weet, dan zeg je pas. En dan ga ik naar de volgende vraag. Okay. En dat zijn alle spelregels. Duidelijk? Ja. Zullen we beginnen? We gaan beginnen. Beginnen we met vraag 1. Op de hoeveelste plaats eindigde Isabel Provoost in de finale van The Voice of Holland? Plaats 2. Dat is goed. De Vlissingse gitaarbouwer Jacques Zwier bouwde ooit een gitaar voor Melanie. Ja. Waar of niet waar? Het is waar. Gaan we even kijken. You're taking too long. Over welke weg schreef Danny Vera dit nummer? De E58, of de A58. Hartstikke goed. En toen deed hij ook een tour langs de tankstations aan de A58. Vraag 4. Welk instrument bespeelt Gijt Klein Kromhoff uit Grauw? Is dat de mondharmonica, de gitaar of de piano? Hij zal ongetwijfeld die andere twee dingen ook bespelen, maar hij is echt een van de beste mondharmonica-spelers van Europa, vind ik zelf. En sowieso weer de beste van Nederland afgelopen jaar. Dat is goed. Arjan Verdoorn speelt voor jou een nummer. Voor welke stichting heeft Raccoon al 3 keer in Goes een benefietconcert gegeven? Dat is ook goed. Kijk even, welk nummer van Michael Jackson speelt Masha hier? Is goed opletten. Het lijkt niet uit of je zwart, wit of wit, maar waar het echt om het is dat me koor een beetje versterkt. Nou, ik kan me deze Zeeuwse periode van Michael Jackson niet herinneren. Ik weet wel dat hij ooit een aap kocht en gekke dingen deed. Maar Zeeuwse zingen, nee, ik weet maar de tekst, ik vind het letterlijk. Black and White? Ja, heel goed. Met Slash was dat, hè? Gaan we snel verder. Welke rebelse artiest sloot het nazomerfestival de afgelopen 2 jaar af? Beetje cryptisch. Jet Rebel. Dat is ook goed. We gaan kijken naar Michael Harten. En je ziet hem met benzinepomblommen, maar ik wil weten hoe heet de band waarmee die bekend geworden is. Weet ik hoor. Luister hier naar een ervaren fan die de klappen van de zweep in relaties kent. Vroeg of laat gaat er een keer van kom, er is een neus irritatie en je weet niet waarom. Dat zie je zo. Peetman, je tijd is op, maar dit was goed. Oké. Okay. Ik kijk naar Stefan. Hoeveel vragen, hoeveel punten heeft Peetman? Een mooie score, denk ik, voor Peetman. 9 punten. Peetman, of dat genoeg is voor de finale, dat weten we op Hemelvaartsdag. Ja. De Zeeuwse Top 40, wie moet er voor jou op 1 als jij het voor het zeggen zou hebben? Ik weet niet of die op 1 had, want dat is altijd een blok van Raccoon en Bluff. Maar ik vind Peter Wessel heel erg leuk. Ik volg die man op Facebook en hij heeft nu zo'n project met Zeeuwse liedjes. En ik vind het heel leuk als een muzikant zijn eigen ding doet, was van commercie en zo. En doet het heel leuk, is een goede muzikant. Hij staat op de longlist met 1 Nachtvlieg. Oh, goed nummer.
als jij ook wil stemmen, misschien op een heel andere Zeeuwse artiest, dan kan dat natuurlijk. En je kunt stemmen via de website van de Zeeuwse Top 40 tot woensdag 24 mei middernacht. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.